als je gaat kijken wat er nodig is in deze wereld, is dat we vanuit compassie het bewustzijnsniveau van mensen verhogen. Waarom? Omdat vraagstukken en problemen die er in de wereld zijn en ontstaan zijn, zijn ook uiteindelijk ontstaan vanuit gedachtegang van mensen. Daar waar we geboren worden, geloof ik onvoorwaardelijk in, met een soort van verbindend vermogen, is het door de hele ontwikkelingsproces, raken we een soort van losgezongen van het verbindend vermogen. De cultuur heeft jou allerlei denkkaders meegegeven. Dus daar ga ik in mee. En ik snap ook dat die onderdeel van jou zijn, hè, van jouw overtuigingen, je belief system. Maar je kunt uiteindelijk niet cultuur als een excuus gebruiken. Hoe meer ik ging kijken, zag ik eigenlijk wat zijn mijn echte waarden. En toen kwam ik er ook achter dat de waarden als erkenning en succesvol zijn, hè, wat meer extern georiënteerd, dat zeg ik nu met terugwerkende krachten, zijn junkwaarden. Hetzelfde als, nou, ga naar de McDonald's toe, een broodje hamburger, het smaakt lekker, maar het is niet goed voor je lijf. Hoe meer ik verbond met mezelf en ging zoeken wie ik ben en wat ik wilde hebben, en de legacy die ik wilde nalaten, waar ik dus aan wil bijdragen, dat die wereld verder verbonden raakt. Omdat ik ook echt geloof dat als wij als mensen meer vanuit nieuwsgierigheid met elkaar verbinden en openstaan, weet je, dan een heel aantal van de crisis die er zijn, die hoeven dan niet. De oorlogen, conflicten, weet je, gedoe, woede, weet je, dat is niet nodig op het moment dat we veel nieuwsgieriger en opener naar elkaar zouden zijn. En hoe meer ik daarin in ging geloven, en had ik ook zoiets, ja, maar dan weet ik wie ik ben, wat ik wil hebben, dan is de vraag, wat heb ik te doen? Als je gewoon in de basis gaat kijken, is een organisatie, maar ook teams, maar ook de maatschappij, is eigenlijk een verzameling van mensen. En als je dan gaat kijken, ja, dan gaat het in één keer ook over dat je als mens met elkaar verbonden wil zijn. Wat de essentie is van de trainingen, van de coaching, van de leiderschapsontwikkeling, et cetera, is zelfbewustzijn. Hè? Want als je eenmaal weet voor jouzelf hoe jij erin staat en wat je doet en wat je daarin bijdraagt en niet bijdraagt. Kijk, als je het eenmaal weet, kun je niet meer niet weten. Mijn oproep is aan een ieder individueel, weet je, begin nou om dat zelf eens te doen. En ga niet vragen aan jou om te veranderen, maar laat ik eerst eens gaan kijken gewoon hoe ik daar zelf in kan veranderen. En kan ik dat alleen of heb ik daar ondersteuning bij nodig? Maar de verantwoordelijkheid ligt primair ook voor die verbonden maatschappij bij een ieder van ons. Het begint bij de zoektocht intern.